Hey. Welkom bij een nieuwe video. En we gaan vandaag helium opblazen met vuur en water en alles. Ja, dat is... Ja, er is niks aan toe te voegen. Ja, inderdaad. Maar we gaan eerst even eentje testen. Kijken wat het effect is en wat de gevolgen zijn. Of niet de hele buurt in één keer plat ligt. Want daarna heeft John een idee dat hij eigenlijk een hele grote bom gaat maken eigenlijk. Ja, voor de mensen die zich afvragen, helium. Ja, dan moet je even de vorige video checken. Daar hebben we namelijk aardsrond laten vliegen met heliumballonnen. En ja, we hadden de heliumballonnen over. En het is natuurlijk gewoon fucking zonde om dit gewoon weg te laten vliegen. Hè? Ja, dus inderdaad. Wij dachten van, laten we er een bom van maken. Wij dachten vuur versus helium. Inderdaad, we gaan nu kijken wat er gaat gebeuren als je helium en vuur samenvoegt. Oh, sorry. Mensen voor zich, als jullie zich eigenlijk afvragen, waarom doen jullie dit? Nogmaals, ja, Chris en ik hadden het de vorige keer in mijn vlog over. We hadden het dus met een klein ballon geprobeerd, met propaan. Dat is niet helemaal gelukt, dus toen zeiden we, we gaan het gewoon met propaan op een hele, hele grote schaal doen. Dus dat gaan we vandaag doen. En als jij nu benieuwd bent naar mijn vlog, stik even een link in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, let's go! Dames en heren, vuur zit aan, dus let's go! Gebeurde er wat? Hij knapte, Chris, hij knapte. Wat zeg je, vuur? Nee. Oké, dames en heren, zoals jullie op de achtergrond kunnen zien, we hebben de ballonnen momenteel gevestigd op de trampoline. Wat we dus nu gaan doen is, we zeg maar, gaan via deze toren daar inspringen en we gaan gewoon kijken wat er gaat gebeuren. Is het sterk genoeg? Ja, wat is het effect en wat gebeurt er? Maar de reden is dat we dit gaan doen is dat, we de hele ballonnen dus in de brand hebben gestoken, maar er gebeurde dus niks mee. Ze ontploffen hier wel, zeg maar voor de rest, ja, er komt geen vlam, er komt geen knal, er komt niks. Dus dit is een noodoplossing, dit gaan we nu doen en kijk. Een noodoplossing is een leuke oplossing. Nou, wat denk je dat er gaat gebeuren, Chris? Ik heb twee ideeën in mijn hoofd. Of ik zit vast tussen die touwen, of ik zit vast in die andere touwen. Voor het geval dat je me niet gehoord hebt, denk ik dat twee mogelijkheden zijn. Of ik kom in die kuttouwen of in die andere touwen. Ik zal het even laten zien. Kijk, we hebben dus die ballon, dat is een heliumballon. Die hebben we dus met touwen vastgemaakt. Ja, anders vliegen ze meteen weg. Maar dat zijn wel van die ruwe strootouwen. Dus ja, weet je, je weet niet wat er gaat gebeuren. Nee, inderdaad. Goodbye, my lover. Goodbye, my... En daar gaan ze! Ja mensen, het kan wezen dat jullie deze ballonnen gaan tegenkomen. Ze gaan met een rap tempo omhoog. En Chris, heb jij wonder? Ik kan wel met mijn hoofd op touw, man. De rest heb ik niks, denk ik. Kijk, John die zei van tevoren al, ik denk dat ze gelijk wegvliegen. En ik denk dat John gelijk heeft. Hij heeft zo gelijk, maar weet je, ze wou eerst anders doen, maar dat is dus mislukt. En ja, eigenlijk wou ik ook wel springen en John waarschijnlijk ook wel. Maar ja, we hebben nu eenmaal pech gehad, want we hebben heel vaak pech. Laat dat even een feit zijn. Maar dit gebeurt dus als je in een heliumballon springt, dan gaat het gewoon weg. Maar goed mensen, ja, trouwens ik wou bijna zeggen van ja, als je ziet maak even een foto. Maar ja, waarschijnlijk zien jullie deze video gezien, dan zijn ze al of weg of ze zijn al vernietigd. Dus ja. Misschien komt wel iemand ergens een hele grote lege ballon tegen. Ben jij nou diegene? Laat het even weten. Ja, zo ziet 600 euro van helium eruit als het wegvliegt. Ja, je ziet niks meer. Dus ja, het gaat snel, ja, het rode ziet je wel. Het gaat nog sneller als vuurwerk. Ja, het is echt. Chris zei al, er is 600 euro verdwenen. Ja, dat klopt. Kijk, het gaat net zo hard vandoor zoals het uitgegeven wordt. Helaas.
Wow, I can the moonwalk met zijn vingers.